Hoi. Ik ben Dave Hakkes. Ik ben in juni afgestudeerd van de Design Academy in Eindhoven. Dus officieel ontwerper ben ik. En als ik begin met ontwerpen, dan vind ik het altijd leuk om vanuit een probleem. Dus ik laat even een paar voorbeelden zien van oude projecten. Hier had ik bijvoorbeeld dat van een pen gooien, eigenlijk slechts 10% gebruiken, dat is de vulling. De rest is er puur om die vulling vast te houden, dus dat gooi je weg uiteindelijk. Dus ik dacht van, als je alles weggooit en maar 10% gebruikt, waarom is hij dan van plastic? Dus uiteindelijk had ik een pen ontworpen die je kan eten. Dus als hij op is, dan is hij ook gewoon opgegeten. Het is geen afval. Dus uiteraard verschillende smaakjes. En ja. Een ander probleem wat ik had, was dat als ik thuis een verlengkabel wil pakken, dan zit hij altijd in zo'n grote kabeldoos, één grote bende, voor als ik even mijn laptop of zo wil opladen. Dus had ik een stekkerdoos gemaakt, die compact is. Hier zit 3 meter kabel in. En vervolgens kun je die tussen je boekenkasten zetten. Dus zo heb je hem altijd in de buurt, heb je hem nodig, pak je hem, ben je klaar, doe je hem weer terug. Dus dan zit hij niet ergens verstrikt in de kabeldoos. En dus zo ben ik altijd een beetje aan het kijken wat voor problemen. En laatste tijd ook vind ik het leuker om iets grotere problemen aan te pakken. Dus mijn andere afstudeerproject was dit. Was dat ik hoorde dat van al ons plastic slechts 10% wordt gerecycled. En een heel lang verhaal komt erop neer dat de machines die de plasticindustrie gebruikt, zijn ontzettend complex en snel, efficiënt. Dus die willen geen gerecycled plastic daarin gooien, want dat vertraagt de productie. Dus toen heb ik mijn eigen machines ontworpen, zodat ik zelf lokaal plastic kan verwerken. Dus mensen brengen zijn afval erheen en ik verwerk het tot nieuwe producten. Een kort filmpje. Ik zou eigenlijk ook geluid moeten hebben. Nou goed, dus dit is gewoon. En plastic kun je dan zelf inzamelen en met 3 technieken, basistechnieken van de kunststofindustrie kun je er nieuwe producten van maken. Dus dit is 1 machientje wat je aan het werk ziet. En daarmee heb ik een paar producten gemaakt. Maar uiteindelijk is het idee dat ze werken met basistechnieken. Dus ik wil die machines wil ik open source online delen. Dus dat iemand aan de andere kant van de wereld ook gewoon zijn eigen plastic productie op kan zetten. En daarmee dus lokaal plastic inzamelt en nieuwe producten van maakt. En dat is altijd wel mijn interesse om iets te doen met afval. Om te kijken of we dan iets kunnen verminderen. En zo ook bij dit project. Dus daar kwam ik achter dat heel veel telefoons die wij gebruiken worden weggegooid. Korte levensduur. Uiteindelijk krijgen we daar heel veel elektronisch afval van. Snelst groeiende afvalstroom in de wereld. Dus ik als jongen op Design Academy dacht, kan ik daar niet iets aan doen om dat te veranderen? Dus heb ik foamblocks gemaakt. Nog een filmpje. Every day we throw away millions of electronic devices because they get old and become worn out. But usually it's only one of the components that causes the problem. The rest of the device works fine, but is needlessly thrown away. Simply because electronic devices are not designed to last. This makes electronic waste one of the fastest growing waste streams in the world, and our phone is one of the biggest causes. So this is a new kind of phone. It's made of blocks. Detachable blocks. They are all connected to the base, and the base connects everything together. Electrical signals are transferred through the pins, and 2 small screws lock everything in place. So if, for instance, your phone is getting a little slow, you can just upgrade the block that affects the speed. Or if something breaks, you can easily replace it with a new one, or update it with the latest version. Another great thing about this is, you can customize your phone. So let's say this is your phone and you do everything in the cloud. Why not replace your storage block for a bigger battery block? If you're like this guy and love to take pictures, why not upgrade your camera? Or if you don't care about any of this stuff, you can keep it simple and get a bigger speaker. You can choose the blocks you want,
support the brands you like, or even develop your own blocks. PhoneBlocks is built on an open platform where companies work together to create the best phone in the world. To set up this platform, we need to get the right companies and the right people involved. They will only get started if there is a lot of interest in a phone worth keeping. So this is the plan. To show them there is an interest for this phone, we need your voice. You can donate your social reach on the website. We gather as much people as possible. On the 29th of October, we send out the blast, all at the same time, spreading all your voices to show the world there is a need for a phone worth keeping. The more people involved, the bigger the impact. Please visit phoneblocks.com to raise your voice and spread the word. PhoneBlocks, a phone worth keeping. Ja, dus dat was mijn idee. Dus wat mijn gedachte was is, oké, ik ben een jongen van Design Academy, hoe kan ik ooit een telefoon, moet ik naar producenten gaan en vragen, willen jullie deze telefoon maken, hoe nemen ze mij ooit serieus? Dat vind ik ook niet leuk om te doen, om mijn idee daar te gaan pitchen. Dus daarom dacht ik, we doen het de andere kant op. Ik ga gewoon heel veel mensen verzamelen en bedrijven laten zien van hier is vraag naar, zodat ze mij serieus nemen. Dus dat is een website Thunderclap. Daar kun je net als crowdfunding, als een Kickstarter, kun je in plaats van geld kun je stem doneren. En dus op die 29 oktober zenden ze allemaal tegelijk een bericht uit. Dus dat was een soort van de campagne die eraan vasthing om PhoneBlocks te laten zien dat er markt voor was. Dus, we hebben een filmpje online gezet. Binnen een uur was de Thunderclap website overloaded. Mijn eigen website was na een kwartier al offline. Binnen 24 uur hadden we een miljoen hits op YouTube. En meteen ook meer dan 1000 berichten op Facebook en echt een waslijst aan e-mails. En vanaf dat moment eigenlijk over de hele wereld was het in één keer PhoneBlocks. Zelfs bij Dumper top 1. En dit vond ik ook nog wel interessant. Dat was een bedrijf, een willekeurig marketingbedrijf in Londen. Had posters gemaakt voor PhoneBlocks. Ik had geen idee dat ze dat deden. Ik kreeg dit fotootje en dacht, nou, dankjewel. En uiteindelijk, het eerste doel was om 500 supporters te halen. Maar uiteindelijk waren dit meer dan 970.000. Die allemaal een bericht uitzenden, waardoor we meer dan 380 miljoen mensen bereiken op die 29 oktober. En nog een hele hoop volgers en YouTube views daarachteraan. Daarnaast hadden we ook een hele hoop bedrijven die mailden van, hey, waar zijn jullie mee bezig? Interessant, kunnen wij iets meehelpen? Dus uiteindelijk was het doel wel bereikt. Want ik wilde gewoon de wereld laten zien dat er behoefte is aan zo'n telefoon. So that's it. Maar uiteindelijk wil zelfs de neonazi-partij die support PhoneBlocks. En Will.i.am zegt dat het tof is, dus dan moeten we ook gewoon verder gaan. Dus toen hebben we een dag georganiseerd met allemaal experts. Dus mensen die verstand hebben van de patenten, bedrijfsstrategie. Gewoon uit alle verschillende vakken van wat kunnen we het beste doen. En van al die partijen die interesse hadden, kwamen we uit bij Motorola. En dus dit ben ik bij Motorola. En wat wel interessant is aan Motorola is dat hun onlangs gekocht zijn door Google. Wat ze een best wel open bedrijfsstructuur hebben. Dus een andere manier van denken. En natuurlijk kan Motorola zelf best wel ervaring in telefoons maken. En daarnaast waren hun zelf bezig met een soort gelijk project. En dus dit is hun project, Project ARA. En dus waren ook aan het kijken naar een modulaire telefoon. En wat ik wel interessant vond is dat hun waren daar in het geheim mee bezig, zoals bedrijven dat doen. En hun idee was, over 2 jaar laten we misschien zien aan de wereld of niet. En ja, dan is hij daar. Maar door de hele PhoneBlocks beweging, alle mensen die daar interesse in hadden, toen wilden hun wel samenwerken met PhoneBlocks, omdat we allebei met dezelfde bezig zijn. Ik vind het ook wel interessant om samen te werken. Alhoewel in de eerste instantie zeiden van, wil je bij ons komen werken? Hier heb je een baan aan ons project. Voelde het voor mij als, ik wil ook wel dat de PhoneBlocks visie een soort van daar blijft. Hij moet echt modulair zijn. Er moeten echt andere bedrijven mee werken. En hij moet open source zijn. En ik had het idee, als ik in mijn eentje bij Motorola zit, dan schuiven ze mij snel aan de kant. Van, ja, dat is Dave, weet je wel. En dus toen hebben we uiteindelijk, ik had dus wel een soort van onderhandelingspositie, omdat ik zoveel mensen achter mij had staan. Dus toen was het plan, zijn we overeengekomen dat
Motorola die gaat die telefoon in het publiek ontwikkelen. Dus dat mensen mee kunnen kijken in het ontwerpproces. En dat is iets wat normaal nooit gebeurt op zo'n schaal. Vooral niet in de technologiewereld. Dat mensen bij het begin af aan van processen betrokken worden. Maar doordat we dus zoveel supporters hadden, kregen we dat een soort van voor elkaar bij Motorola. Dus het plan is nu dat Motorola die ontwikkelt die telefoon. Die gaat daarmee aan de slag. Daarnaast heb je dus PhoneBlocks die een hele grote groep mensen heeft. Die allemaal ideeën hebben, feedback, input en ook ja, veel kennis. Dus het idee is dat wij gaan een online plek maken. Waar mensen dus hun gedachten kunnen delen. Ideeën, feedback, discussie. Dus een soort van forum, maar ook weer niet. Want op een forum krijg je gewoon duizenden berichten die je door moet spitten. Dus wij zijn het aan het maken dat we het zelf filteren, dat de community het filtert, dat de mensen het beste antwoord omhoog komt. Dus stel wij vragen, hoe doen we deze technische verbinding met die componenten? Kunnen mensen daar hun reacties op zetten en de beste omhoog voten, dat wij het niet hoeven doen? Dus in principe is het dan dat Motorola deelt hun waar hun mee bezig zijn op PhoneBlocks. Mensen schieten daar feedback op, ideeën. En dat brengen wij weer terug naar Motorola. En het interessantste, ik vind denk ik dit nog interessanter dan die hele telefoon. Omdat op zo'n schaal zo'n groot bedrijf optrekken, geloof ik wel dat daar de toekomst in zit. Dat mensen van begin af aan bij het proces worden betrokken. En mijn idee is ook dat Motorola dan geen verkeerde zet kan maken. Dus stel hun zeggen, nu we gaan maar dit type plastic maken, wat is slecht plastic. Dan krijgen ze meteen een hele grote groep mensen die zeggen, wow, dat gaan we niet doen, weet je wel. Dat is slechte publiciteit voor hun. Dus mijn idee is ook dat ik nu niet de enige ben die tegen Motorola opbokst. Maar dat stel ze iets verkeerd doen, ik tegen opbokst. Maar dat al die mensen ook gewoon een soort van machtspositie krijgen in de development proces. Dus dat gaan we nu eigenlijk ontwikkelen. Dus hier zijn we mee bezig. Die wordt ergens volgende week gelanceerd. Dus dit is gewoon een screenshot van dat platform waar mensen... Dus dit is het forum idee, maar we hebben ook missions. Dus daar zetten wij dan specifieke missions op, wij of Motorola. Waar mensen in kunnen participeren. En uiteindelijk wordt daar dus het beste idee omhoog gevoten. Dus in de toekomst willen we misschien ook denken van hoe gaat deze telefoon heten. Het is geen PhoneBlocks, het is geen Project Ara, het wordt... Weet je wel, noem het maar. Dus dat de mensen echt betrokken worden bij de ontwikkeling. En dat is hij. Wauw. Er zijn ongetwijfeld straks vragen uit de zaal. Maar ik vroeg me af, toen jij zeg maar die eerste schetsen maakte en dat bedacht, was je toen ook heel erg bezig met of het technisch mogelijk was? Of was het meer een soort ideaalbeeld van, ik wil dat het in blokjes is, want dan kan je het zelf vervangen? Het werd voor mij sowieso wel een conceptueel toekomstvisieproject. Dus iets wat we niet van de een op de andere dag konden realiseren. Maar ik heb wel gekeken naar research, waar zijn andere bedrijven mee bezig? Wat is er al? Wat is er in het verleden gemaakt met computers? En uiteindelijk is het nu nog, weet je wel, de helft van de wereld zegt het kan, de andere helft zegt van niet. Maar uiteindelijk weet niemand het. Dus mijn instelling is ook gewoon, proberen dan. Dus daarom voelt het ook wel goed om een partij als Motorola achter je te hebben. En Google, zo van, ja, dan als iemand het moet doen, moet hun het wel lukken, zeg maar. Ja. Yeah. Dus, ja. En heb je, er is nog een interessant concept ook gaande. Dat is wel heel anders, het Fairphone. Ook Nederlandse jongens die heel erg bezig zijn met een zo duurzaam, eerlijk mogelijk telefoon. Ben je daar bijvoorbeeld ook mee bezig? Dat je het ook nog op die manier helemaal... Ja, dus we hebben daar al contact mee gehad met Fairphone. Dus wat mijn intentie is... We moeten een soort van open platform, dat elk bedrijf, start-up, die kan daar zo'n blocks voor maken. En uiteindelijk is het dan om de consument om te beslissen. Dus Apple bepaalt niet, dit wordt jouw telefoon of van de hele wereld. Maar je kiest zelf. Dus ik zou het ook zo zien dat je straks, kun jij kiezen van, ik koop Fairphone blocks. En dan heb ik een Fairphone telefoon, misschien koop je biodegradable blocks. Misschien koop je blocks die alleen in 100 kilometer straal van je gemaakt zijn. Maar dan is de keuze een soort van aan de consument zelf. Jij bepaalt wat er in je telefoon gaat. Precies, en die Fairphone blocks moeten ook samenwerken met één blok van Vodafone of van Google of van wat dan ook. Dus dat je een hele match telefoon krijgt. Ja, precies. Dus misschien wil je alleen, weet ik veel, de processor Fairphone en de rest niet. Dus, maar Fairphone is dus ook zeker een partij die we er graag erbij hebben. Zo van, maak je blocks voor dit platform. En dat is ook wel interessant. Dus een bedrijf als Google of Apple of Samsung, die wil niet zo'n soort telefoon hebben, want die bepalen nu wat er in een telefoon zit. Maar je hebt een hele hoop bedrijven daaronder, dus die cameracomponenten maken, speakercomponenten of displays. En die zouden ook best wel graag dit zien. Gewoon een open markt waar hun spullen kunnen verkopen en niet afhankelijk zijn van een Apple
of van een Samsung, maar gewoon hun kunnen gewoon aan de consument verkopen. Dus dat geeft wel een soort van fijn dat die bedrijven dan weer achter je staan. Ja. En was je eigenlijk een beetje verbaasd over alle reacties die je kreeg? Of had je gewoon bedacht op je thuis van ik ga dat even de wereld in slingeren en ik krijg iedereen wel mee? Nou, dit was eigenlijk mijn bijproject voor het afstuderen. Ja. Dus die andere was mijn grote project. En toen ik dit filmpje online zette, was ik ook was best wel irritant. Ik was op vakantie in Griekenland. Ik weet het, we gingen je bellen. Dat was best lastig. Ja, dus ik zat er in Griekenland. Het filmpje was gelekt, want eigenlijk was de planning heel goed. Ik kom zondag terug, maandag post ik het filmpje online en dan heb ik het alles onder controle. Maar uiteindelijk zat ik in Griekenland, slecht telefoonverbinding, slecht internetverbinding. Ik stond in mijn zwembroek met 3FM een interview te geven. Dus dat was wel een beetje irritant. Dus ik had dat ook echt niet verwacht. Mijn website was offline en zo. Het was gewoon wel chaos. Een leuke chaos, maar ja. Chaos. Ja. Heeft iemand een vraag aan Dave? Oh, ik heb heel erg tegenlicht. Dus ik zie niet alle handen. Ja, Motorola is nou dus bezig met die phone blocks. Maar hoe weet je nou zeker dat ook andere fabrikanten daar blocks voor kunnen maken en dat niet Motorola ermee vandoor gaat, zeg maar? Ja, nou, ik ben dus sowieso daarheen geweest om te kijken van wat is jullie bedoeling, wat is jullie intentie. En het interessante was dat hun zijn niet van plan om een nieuwe smartphone te maken. Hun gaan niet winnen van een Apple, hun gaan niet winnen van een Samsung. Dus hun kijken naar de nieuwe stapgeneratie telefoons. En de Google-mentaliteit is een beetje, we maken een platform waar heel veel mensen gebruik van maken. En dan kijken we wel precies hoe we daar een winstmodel achter hangen. Dus uiteindelijk willen hun ook niet de hardware gaan maken. Misschien in het begin dat ze zeggen, weet je wel, maar van dit is de basis. Maar uiteindelijk willen ze dus ook, daar hebben ze ook een soort van vastgelegd. Van, dit wordt open source, iedereen kan dit gewoon maken. Dus daar zijn ze wel gewoon, dat is ook wel hun doel, zeg maar. En dat maakt het ook wel fijn om met hen samen te werken. Nog een vraag? Meer handen. En als je achterin staat, mag je ook een vraag stellen. Oh, dat was een ja. Oh, sorry. Zo dichtbij. Heb je nog een bepaalde tijdsplanning? Dat je denkt van nou, 2-3 jaar. Dan. Het moeilijke is dus, die telefoon is nooit op zo'n manier gemaakt. Dus met mensen erbij betrekken. Dus ze weten niet hoe mooi dat gaat. En de telefoon überhaupt is nog nooit gemaakt. Dus het is allemaal nog een beetje raden en gissen hoe lang het duurt. Maar uiteindelijk willen we dus in deze winter al een developer kit aan de mensen brengen. Dus dat houdt eigenlijk in dat we zeggen, dit zijn specificaties. Begin alvast met blocks maken. Gewoon nog prototype grote schaal. Maar dan kunnen wij al een beetje, krijgen we weer input van wat willen mensen precies hebben. Hoe gaat dat? Hoe ervaren hun dat om zoiets te maken? Dus uiteindelijk weten we niet hoe lang het gaat duren. Maar er zit nu wel vaart in met Motorola en Google erbij. En dat project ARA gaan zij gewoon nog zelf doen? Of dat is een beetje nou ja, één project uiteindelijk, geworden nu? Hoe het een beetje was. Dus hun waren technisch al vrij ver ontwikkeld. En ik was qua de mensen erbij betrekken, was PhoneBlocks weer groot. Dus uiteindelijk technisch had ik niks, zeg maar. Ik had een idee. Dus uiteindelijk hebben hun best een goede basis gelegd om al verder te bouwen. En dat wordt gewoon vermengd met de ideeën van PhoneBlocks en met de visie daarvan. Dus straks smelt dat denk ik samen naar een modulaire telefoon. Ik ben benieuwd naar jouw rol en de rol van PhoneBlocks zeg maar, in de toekomst. Want je zegt, we gaan een developer kit ontwikkelen. Mm-hmm. Maar nu zijn het voornamelijk nog, is het een idee en zijn het mensen met kennis. Mm-hmm. Maar hoe zie je, wat gaat PhoneBlocks zijn als organisatie of als bedrijf? Of heb je een idee voor een verdienmodel? Of is dat helemaal niet in jouw... Nou, echt zeer weinig. Nou ja, al die dingen had ik niet van tevoren kunnen bedenken dat het zo gaat. Dus uiteindelijk is het een beetje zo van, ja, hun gaan meewerken, ik ga wel mee. En ik denk dat het straks is dat PhoneBlocks wordt zo van de plek waar mensen kunnen meehelpen denken om een modulaire telefoon te maken. Dus nu hebben wij Motorola als partner, maar stel het werkt niet of het gaat niet, dan zoeken wij weer een andere partner. Dus PhoneBlocks is voor mij meer het hele visie, het verhaal, wij willen deze soort telefoon. En vervolgens zoeken wij daar partners en de juiste mensen bij om dit te maken. Dus uiteindelijk een concreet verdienmodel, geen idee. Maar ik denk dat komt wel of zo. Of dat vindt zijn weg wel, hoop ik. Of dat komt bij iemand anders wel. Nee, dat hoop ik niet voor je. Nog meer vragen aan Dave. Ga je hier ook fulltime van leven dan? Nou ja, mijn idee was, ik ben afgestudeerd. Ik ga mijn eigen ontwerpbureau beginnen. En that's it.
Maar vervolgens nu, en dit was eigenlijk een soort van dus mijn bijproject. Maar nu is Foamblocks gewoon een soort van fulltime baan geworden. Dus we hebben nu op de website hebben we wel donaties gevraagd. Puur om dat, zeg maar, servers online te houden en dat soort dingen, dat het door kan gaan. Maar uiteindelijk is het ook niet echt voor mij dat ik meteen zeg ik wil er geld uithalen. Ik weet niet, ik vind het nog wel leuk om te doen. Dus uiteindelijk, ik denk wel dat dat een keer komt of zo. Dus nu is het inderdaad mijn fulltime bezigheid. Maar het is niet zo dat Motorola jou betaalt? Nee, dus met Motorola is... we willen dus ook onafhankelijk zijn van hun. Dus dat wij niet... dat wij kunnen zeggen wat we willen over Motorola, laat ik het zo zeggen. Dus dat wij ook niet... Ik heb het idee als hun ons betalen dat het dan een soort van... dan kunnen zij maar niet compleet onafhankelijk. Maar we hebben dus nu wel met Motorola een soort van overeenkomst dat elke maand plaatsen we een filmpje op de Foamblocks website met proces waar hun mee bezig zijn. Dus uiteindelijk zou dat bijvoorbeeld een verdienmodel kunnen zijn, dat alle partners die meewerken, die mogen dan een soort van geven wij een plekje op die site waar hun een verhaal kunnen vertellen waarom ze meewerken of waar ze mee bezig zijn. Dankjewel. Nu je met Motorola bezig bent, hoe zit het met patenten? Zijn zij daar allemaal bezig? Want ik neem aan dat als zij met een project bezig zijn, dat ze toch ook al patenten hebben geregistreerd. Een aantal jaar terug heeft Google Modu opgekocht. En dat was een soort van idee met een telefoon waar je bepaalde dingen kon verwisselen. En dat is uiteindelijk niet echt iets geworden. Maar daar hebben ze een hele hoop patenten van. Maar uiteindelijk, hun pakken het wel aan met patentenaanvragen. Maar ze doen die vervolgens gewoon wel open license. Dus net als het hele Android van hun, dat ze het wel open source houden. Maar hun hebben dan wel de patenten nodig om te zorgen dat ze hebben, zeg maar. Dat ze niet door iemand anders worden opgenomen en het project gaat niet door. Maar hun zijn daar dus wel mee bezig. Je ziet het niet als bedreiging van het project, van het Foamblocks project? Uiteindelijk, mijn idee was, ik kan zeg maar naast Motorola ook zoiets op gaan zetten en proberen tegen hun op te boksen. Ga ik niet winnen. En uiteindelijk, ik vind het sowieso toffer om samen te werken, dat je één groot ultiem platform hebt. En ik vind het al tof dat we ze nu al sowieso op dit stadium hebben gekregen dat hun het open gaan ontwikkelen met mensen. Dat vind ik al best wel een grote stap voor zo'n bedrijf om te doen, dat we dat voor elkaar hebben gekregen. Dus uiteindelijk denk ik dat het waardevoller is om het op deze manier aan te pakken. Dan zelf daarnaast proberen tegen zo'n groot bedrijf op te boksen. En waar kunnen we het allemaal gaan volgen? Is het op foamblocks.com of motorola.com? Nee, sowieso Foamblocks, Facebook, Twitter. En dus volgende week dit platform waar je dan dus ook je ideeën, je discussie op kan geven. Dat is volgende week online. Gewoon op foamblocks.com. Kom dan. Ja, dat ging ik vragen. Meer nog vragen aan Dave? Zijn er al ideeën om dit concept ook op andere producten los te laten? Nou, mijn... Ik kan me van alles voorstellen namelijk. Allereerste plan was dat... je hebt dat hele verhaal met de Internet of Things eraan komt. Dus dat elk koffiezetapparaat een wifi-chip heeft en een bluetooth. En toen had ik dat hele idee van we gaan echt zo'n elektronische wereld in. Al die componenten, weet je wel, het is kapot, je gooit het weg. Een fiets, die kun je bijvoorbeeld maken. Die is gewoon, als je een lekker band hebt, dan maak je hem. Je gooit niet je fiets weg. Dus ik dacht, we gaan die hele elektronische wereld in. Dan moet een soort van universeel standaard komen. Dat stel je wifi is kapot en je koffiezetapparaat, dan kun je dat veranderen. Dus zo is een beetje dat hele idee begonnen met modulaire componenten. Dat het op elk ding gewoon werkt. Op elk product. Maar dat was echt gewoon te groot om nu aan te pakken. Dus toen dacht ik, oké, ik focus me op de telefoon. Dat is echt zo'n ding van nu. Dat is iets wat ook wel blijvend is. En dat kon ik ook snel schalen naar bijvoorbeeld een tablet. Stel je hebt een grotere basis, dan heb je automatisch een tablet. Of je klikt er allemaal andere componenten op, dan heb je een camera. Dus dat voelde een soort van basisding. Maar het uiteindelijke idee zou ik het liefst hebben dat al die dingen gewoon zo zijn. Maar nogmaals, dat is wel een paar stappen verder. Ja, maar je merkt wel dat ik was laatst bij TED Amsterdam, waar ook de maker van Fairphone een verhaal hield. En bij hem kwam het ook heel erg uit het verhaal van... Ik geloof dat de Nintendo van zijn zoontje kapot was. Zo, waarom mag ik dit niet openmaken en mag ik daar niet zelf iets mee doen? Weet je, dus volgens mij komt er wel zo'n beweging, ook mede door jou en dat soort projecten, dat mensen een beetje zelf hun apparaat willen ownen en daar zelf dingen mee kunnen doen. Of in ieder geval kunnen repareren of onderdelen vervangen en zo. Het is ook heel irritant dat je met je iPhone weer naar zo'n winkel moet, dat je niks kan repareren. Ja, of je nieuwe geheugen niet eens kan upgraden bij een MacBook, van die dingetjes. Ja. Dus dat was ook een beetje mijn idee. Het gaat snel, het gaat mooi op de technologie, maar het gaat ook een beetje misschien de verkeerde kant. Weet je wel? Misschien moeten we even iets rustiger aan doen en het wel goed opzetten. En dan vervolgens vanuit daar weer gaan groeien.
Dankjewel, Dave. Of... Geen dank. Nou ja, schiet hem anders nog. Als je nog een vraag hebt, schiet hem even aan als hij in de gang loopt. Oh yes. Ja, en nog even belangrijk. Jouw prototype phoneblocks ligt boven op de vijfde. Ja. Dus daar kan je een zaal van de Creative Class, waar nog meer afstudeerders met hun projecten staan. Dan kan je het even met eigen ogen zien hoe klein of hoe groot het eigenlijk is. Ja.